Goedemorgen. Ik open deze vergadering. Welkom allemaal bij de hoorzitting in bijzondere procedure georganiseerd door de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Een bijzondere aangelegenheid. We zitten midden in een wetsbehandeling van de Natuurbeschermingswet. En op die Natuurbeschermingswet is een nogal vergaand amendement ingediend door de coalitiepartijen, Partij van de Arbeid en de VVD. Die iets zou moeten veranderen aan de regels over de jacht. Nou, het is u niet ontgaan. Daar zijn de gemoederen hoog over opgelopen. En het leek deze partijen goed om experts aan het woord te laten om zo'n ingrijpende wijziging goed te bekijken voordat er een stemming komt. De hoorzitting gaat dus over het amendement van de leden Heerema en Leenders. Dat regelt dat jagers alleen gegevens hoeven te verstrekken die zij nu al op vrijwillige basis aan faunabeheereenheden verstrekken. Die faunabeheereenheden verplicht maken om op het niveau van hun werkgebied gegevens openbaar te maken. Het afschotplan en de verplichting voor jagers om bij de uitoefening van de jacht overeenkomstig het faunabeheerplan te handelen. En de maatschappelijke organisaties die dan vertegenwoordigd zouden zijn. In deze procedure staan de volgende drie vragen centraal. Welke consequenties heeft het amendement voor de jacht en voor het afschot in het kader van schadebestrijding en populatiebeheer ten aanzien van controleerbaarheid, handhaafbaarheid en mogelijke rechtsgang? Welke rol krijgen de faunabeheereenheden ten aanzien van de jacht, het afschot in het kader van de schadebestrijding en het populatiebeheer in gevolge het amendement? En wat is de toekomstige rol van maatschappelijke organisaties bij het faunabeleid in gevolge het amendement? Heel hartelijk dank voor de vandaag aanwezige sprekers om op zo'n korte termijn uw beschikbaarheid en uw kennis ter beschikking te stellen. Zodat we daar gebruik van kunnen maken bij de beoordeling van het voorliggende amendement. Ik heet welkom Leon Ripmeester, jurist bij de Dierenbescherming. Pauline de Jong van de Faunabescherming. Bjorn van der Boom van Natuurmonumenten. En Han Olf, hoogleraar Ecologie en Natuurbeheer. Heel hartelijk dank voor uw komst. Andere personen die we ook hebben uitgenodigd, maar op zo'n korte termijn niet konden komen, hebben een schriftelijke bijdrage geleverd. Professor Kees Basmeijer, hoogleraar Natuurbeschermingsrecht in Tilburg. Dr. Arie Trouwhorst, universitair hoofddocent Milieurecht. Geert Groot-Bruinderink van de Wageningen Universiteit. En Theo Verstraal, directeur van Sovon Vogelonderzoek. Me dunkt dat er behoorlijk wat informatie de Kamer op is gekomen. En nogmaals mijn hartelijke dank daarvoor. Voor de volledigheid, we hebben ook de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging uitgenodigd om hun visie op het voorliggende te geven, maar zij wilden niet komen. En zoals gezegd, ook een aantal andere sprekers heeft het met schriftelijke inbreng moeten doen. Van de verschillende politieke partijen kunnen ook niet alle Kamerleden op zo'n korte termijn aanwezig zijn, maar veel medewerkers luisteren mee, zodat alle informatie wel tot hen komt. En dan zou ik nu graag willen beginnen met de aanwezige sprekers het woord te geven. Ieder zo'n 5 minuten om de visie op het amendement uiteen te zetten, waarna de gelegenheid zal zijn voor vragen. Ik de heer Olf, of u ook over de andere op dit moment vrij bejaagbare soorten nog het een en ander zou willen vertellen wat u weet over hun natuurlijke habitats en de ecosystemen, effecten en de vraag of, of jacht, wat vaak geopperd wordt als een regulerend instrument, nodig is of wenselijk in de natuur. Ja, heel kort dan, want ik kan daar lang over praten, maar de rol van de wilde eend, die eet eendenkroos en waterplanten. En bij voedseltekort dan zoekt die stadsparken op en beleven veel kinderen in de winter er plezier aan om eendjes te voeren. En that's it. Het is mij altijd een volstrekt raadsel geweest waarom die soort bejaagd moet worden. Eenden houden watergangen over. Open zijn goed voor de waterhuishouding en verder doen ze geen vliegkwaad. Houtduiven en fazanten eten bessen en zaden in natuurlijke ecosystemen. Houtduif is een belangrijke prooi voor de havik. Als je die soort intensief bejaagt, zit je dus een andere beschermde soort dwars, omdat haviken daardoor minder prooi zullen hebben. Fazanten is een exoot, dus een uit Azië ingevoerde soort ten behoeve van de jacht, die geen duidelijk aanwijzbare rol heeft in Nederlandse ecosystemen, waar ook de verwachting is dat die soort op den duur zal uitsterven, omdat hij eigenlijk te groot en te clumsy is om zich in aanwezigheid van vossen te handhaven in het systeem. Dus waarvan verwacht ik dat het een soort is die geleidelijk zal verdwijnen. Vraag van mevrouw Thieme, heeft elk dier een roofdier nodig? Moeten mensen daarom ook ingrijpen? Van alle soorten van de Nederlandse wildlijst zijn de roofdieren in Nederland gewoon aanwezig. Dat gaat dus over vos, havik, slechtvalk, wat de natuurlijke vijanden zijn van de 5 soorten van de wildlijst. Als je dus op soorten van de wildlijst jaagt, dan zit je dus vooral de natuurlijke predatoren van die soorten dwars, omdat die minder prooi hebben.
Daarnaast geldt dat, wat ik al eerder zei, dat wintercondities en ziektes eigenlijk voor deze soorten daarnaast ook heel belangrijke regulerende factoren zijn. Vooral de strengheid van de winter en het uitbreken van ziektes zijn voor hazen en konijnen dus belangrijke predatoren. Nou, over die vos, die heeft altijd speciale belangstelling, want daar hebben de jagers het uiteraard ook op gemunt. Een heel mooi experiment is de Nederlandse Waddeneilanden als Schiermonnikoog-Ameland. Daar komen geen vossen voor. Schiermonnikoog wordt op het hele eiland wordt niet gejaagd op konijnen en hazen. En toch is er geen enkel bewijs voor een populatie-explosie van dit soort soorten. Sterker nog, konijnen en hazen zijn daar net zo goed achteruit gegaan als in de rest van Nederland. Dus dat zijn mooie experimenten om te laten zien dat bij afwezigheid van een belangrijke grondpredator als de vos, er absoluut geen sprake van is dat soort populaties ineens de pan uitreizen. En dat we daar dus bang voor hoeven te zijn. Dat er dus een soort veiligheidsklep nodig is via deze vorm van beheer. Oké, hartelijk dank. Ik kijk naar de Kamerleden. We zouden tot 11 uur deze bijeenkomst doen met mogelijkheid tot uitloop. De heer Grashoff moet om 11:15 weg, dus laten we dat niet te lang doen. Zijn er nog prangende vragen of kunnen we concluderen dat we dank aan de sprekers ons kennisniveau over de ins en outs van dit amendement behoorlijk is bijgespijkerd?